Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag ga je naar de spelregels van Pachacuna en ik ga het ook meteen zeggen wat ik ervan dit spelletje vind. Dit is enkel voor met twee spelers te spelen en het heeft een bord met relief dat je zelf nog in elkaar moet knutselen. Laten we eens kijken naar hoe we dat doen en hoe de spelregels werken en daarna ga ik over naar mijn review. Het bord in Pachacuna is eigenlijk meer een kaart met een A-variant en een B-variant. Het maakt niet uit welke je neemt voor het eerste spel. Hier komen de tegeltjes op te liggen die het bord gaan vormen. Het is heel eenvoudig. Ze hebben een bergkant en ze hebben een weidekant. Het zwarte moet overeenkomen met het zwarte hier. Dus ik kan bijvoorbeeld deze hier leggen. En zo ga ik het hele bord vullen. Er zijn alleen nog een paar specialetjes. Dat zijn de dorpen in het midden en aan de zijkanten. Maar laat ik alvast de rest eerst leggen. Ik ga je terwijl ook de instructies laten zien van hoe je de tegeltjes maakt. Want de eerste keer moet je ze zelf nog in elkaar steken. Als dit klaar is, kunnen we de rand erom leggen. We moeten goed kijken naar de kleur van de dorpjes. Die moet overeenkomen met de kleuren hier. Dan hebben we de vraagtegels, niet de vraagtekens. Dat zijn altijd vlagjes met twee kleuren op. Een grote kleur en een kleine kleur. We moeten in ieder dorpje al meteen een vlagje zetten. Maar dat mag niet overeenkomen met de kleur van het dorp. En er mag ook geen wit in zitten in het begin van het spel. Deze kan ik bijvoorbeeld hier plaatsen. Paars-wit, die moet ik even aan de kant leggen. Als laatste heb ik hier paars-blauw getrokken en ik heb enkel een paars dorpje, dus dat gaat niet werken. Ik zou wel eventueel kunnen zeggen, ik wissel die twee om. Voilà. Deze mogen terug in de zak. Vanaf nu mogen de witte wel getrokken worden, maar de regel blijft. Je mag nooit de kleur op het vlagje hebben staan van de kleur van het dorpje. De spelers beslissen wie wit en wie zwart gaat zijn. Ze nemen elk één lama die op de starttegel in het midden start. En de andere lama's die worden in een voorraadje naast het bord gelegd. En dan hebben we nog de drie rotsen, die kunnen ook in een voorraadje naast het bord worden gelegd. Dan hebben we nog de gekleurde en de witte wol. Daar mag je ook een voorraadje van naast het bord maken. En iedere speler start met een witte wol op de lama's. De witte speler begint en de zwarte speler mag deze ene bruine blok al in zijn voorraadje leggen. Leg de zak met vraagtegels ook in de buurt. En dan zijn we klaar om aan het spel te beginnen. Spelers spelen beurtelings en een beurt bestaat uit vier stappen die niet altijd noodzakelijk worden uitgevoerd, maar wel altijd in die volgorde. Stap 1 is het draaien van een tegel. Aangezien de witte lama alleen maar op het laaggedeelte mag wandelen en de zwarte lama alleen maar op het berggedeelte, moeten ze proberen paden te vormen door tegels te draaien. Dus laten we even veronderstellen dat de witte lama een pad naar daar wil effenen. Dan kan hij bijvoorbeeld zeggen, ik ga deze tegel nemen en ik draai die. Je mag zoveel draaien als je wil, maar je moet wel op dezelfde plaats blijven liggen. Om zo langzaamaan een pad naar hier te vormen. Dus dat wil zeggen dat ik zelfs nog een andere ga moeten draaien. Deze. En daarna misschien deze. En daarna wil hij misschien deze draaien. Dat zijn dus allemaal verschillende beurten. Nadat je er eentje hebt gedraaid, gratis, mag je er nog wel meerdere draaien. Maar dat kost telkens twee grondstoffen van eender welke kleur. Het stuk. Je mag geen tegel draaien waar een lama op staat, dus deze kan ik nu niet verdraaien. En om aan te geven welke tegels je hebt verdraaid, leg je daar een rotsblok op. De tegenstander mag de tegels met de rotsblokken op niet verdraaien, maar van zodra de tegenstander zijn draaibeurt heeft gedaan, moet hij de rotsblokken verwijderen en legt hij erop zijn gedraaide tegels. Stap 2 uit je beurt is je lama verplaatsen en die moet altijd minstens één vak verplaatsen. Maar die kan er eigenlijk zoveel verplaatsen als dat mogelijk is. In dit geval, hebben we gezien, kan die dus helemaal tot hier wandelen. Om in het middenste dorp te geraken, kan je van op een van de zes omliggende tegels erop springen. Maar om aan de dorpen aan de zijkant te geraken, moet je op een van de drie aangrenzende tegels met dit veld liggen. Iedere keer wanneer je bij een dorp passeert, moet je daar ook stoppen. Als ik nu van hier ga en ik wil helemaal naar daar geraken,
en een kop passeren op de middelste tegel, dan ben ik verplicht om haar te stoppen. Ik ben niet verplicht om de volgende stap uit te voeren. Stap 3 is handelen. Heb je een grondstof op je rug liggen, dan kan je handelen door die weg te doen. Als dat een kleur grondstof is die niet op het vlagje staat, en dat gaat in het begin het geval zijn, dan kan je die enkel wegleggen zonder daar iets voor terug te krijgen. Dus de eerste beurt ga je dat wel moeten doen. Daarna, als ik dan terug in het dorpje aankom, en hier zie ik op het vlagje dat het kleine gedeelte van de vlag groen is, dan mag ik die hier verkopen. En door die hier te verkopen, krijg ik een groene grondstof. Moest ik in het dorpje de blauwe grondstof kunnen afgeven, dan mag ik 2 blauwe blokjes nemen. Dus deze mag ik in mijn persoonlijke voorraad leggen en nog een eentje extra uit de voorraad. Krijg ik een grondstof in een kleur die ik nog niet eerder heb verzameld, dan mag ik die hier zetten. Heb ik er 2 ineens gekregen of heb ik deze kleur die ik nu heb verkocht, dan mag ik die in mijn persoonlijke voorraad bewaren. Maar de eerste komt altijd hier en het doel van het spel is om iedere kleur 1 maal te hebben en dan win je het spel. Als ik heb gehandeld, ook al heb ik er niets voor teruggekregen, dan gaat dit vlagje naast het speelbord en trek ik er willekeurig een nieuw uit het zakje dat niet dezelfde kleur heeft als het dorpje. In dit geval dus geen wit. Ah, deze mag niet. Even aan de kant. Die komt er zelfs terug in. Deze bijvoorbeeld. Voilà. Grondstoffen in je voorraad kan je gebruiken om extra tegels te draaien. Maar heb je er 4 in je voorraad, kan je die ook altijd afgeven voor een extra lama in het spel te zetten. Die zet je op het dorpje waar dat je nu staat. En iedere keer dat je gaat bewegen, mag je deze lama in een totaal andere richting bewegen. En deze kan ook een andere kleur vervoeren. Dus je hebt eigenlijk dubbel zoveel bewegingsacties zonder dat je extra mag draaien. Je kan maximum 3 lama's hebben. Stap 4 is eigenlijk het vervangen van het vlagje. En voor iedere lama die in een dorp staat die geen grondstof meer heeft, kunnen er meerdere zijn als je er hebt bijgekocht, die krijgen de grondstof van de kleur van het dorp. In dit geval is het het witte dorp. Lama's van verschillende spelers mogen op dezelfde tegel staan, er is geen limiet. Maar dat zal enkel op de dorptegel zijn dat ze echt elkaar ontmoeten, want de zwarte speler die gaat zich alleen over de bergen bewegen. Dus als ze samen op een andere soort tegel staan, dan gaan ze elkaar zeker niet in de weg zitten. Van zodra een speler de laatste kleur heeft verzameld, heeft hij het spel meteen gewonnen. De bruine kleur doet niet mee hierbij. Dat was het dan wat betreft de spelregels, maar als je de spelregels gaat kijken, vind je ook nog extra achtergrondinformatie over lama's en het maken van gekleurde wol, over Suyana en zelfs over alle kameelachtigen in Zuid-Amerika. En dan ook nog wat uitleg hoe dit spel tot stand is gekomen. Dat was het dan. Bedankt voor het kijken naar deze speluitleg. Ik ga snel over de review gaan. We gaan het hebben over de vormgeving, entertainment en toegankelijkheid. En samen vormt dat de vetscore. Beginnen doe ik dus met de vormgeving. En die vind ik fantastisch eigenlijk. Dit is in feite een abstract spelletje. Maar doordat je het relief van de bergen hebt, ziet dat er eigenlijk gewoon fenomenaal uit als je het voor je ziet. En ik vind het niet dat hetzelfde overkomt op beeld, want dan ziet het er een beetje saai uit. De lamatjes zijn leuk natuurlijk, maar wat ik ook mooi vind gedaan is de extra informatie in het spelregelboekje. Hoeft niet per se, niet alle mensen zullen daar aandacht aan spenderen, maar je merkt dat er iets meer achter zit dan wij gaan gewoon een spelletje maken. Nu, waar komt de entertainment van in het spel? Efficiëntie. Routepuzzelen. De andere misschien onderweg proberen te saboteren terwijl je jezelf helpt. En dan vooruitkijken ook. Vooruitdenken. Naar welk dorp ga ik nu? Naar welk vlagje staat daar? Oké, dan kan ik zoveel grondstoffen krijgen. Een oranje vlagje of zo. Maar dan zit ik in een groen dorp en dan krijg ik een groene grondstof. Waar kan ik die gaan brengen? Dus je kan verschillende stappen vooruitdenken. Maar je moet er ook van bewust van zijn dat jouw tegenstander dat ook wil doen. En die gaat misschien eerder bij dat vlagje zijn dat jij de gedachte had om naartoe te gaan. Er zit een geluksfactor in, zeker wanneer er nieuwe vlagjes worden getrokken. En als je nog 1 kleur moet hebben, dan kan het soms een beetje wachten zijn totdat die komt. Maar ik heb tot nu toe altijd gemerkt dat het verschil toch groter is dan alleen de gelukdetails. Je hebt dan ook nog eens de keuze, ga ik investeren in extra lama's met de overschot aan grondstoffen die ik heb? Of wil ik liever meer tegeltjes gaan draaien? Beide kan werken. Dus je hebt 2 opties eigenlijk om jouw engine sneller te laten draaien. Kan ik het een engine noemen? Qua toegankelijkheid, dit is echt geen moeilijk spel. Maar het is in het begin een beetje raar als je de spelregels leest. Had ik zo het gevoel van, oké, nu zit ik hier met witte grondstof. En ik kan er nergens mee naartoe. Maar dat is een beetje de bedoeling. Je moet eigenlijk gewoon met een gelijke start beginnen. En dan beslis je op basis van de vlagjes die er dan staan, waar ga ik nu naartoe?
voor mijn eerste grondstof op te pikken en welke kleur gaat dat zijn. En je moet in het begin ook alle paden gaan aanmaken eigenlijk, want alles loopt mank op dat moment. Maar naarmate het spel vordert, heb je eigenlijk zo je vaste routes die misschien af en toe worden doorbroken door de tegenstander. En dat maakt het interessant. Er zit veel in dit simpele spelletje eigenlijk. Daardoor is het zeker ook wel herspeelbaar als een tweespelerspelletje. Maar ik kan ook wel begrijpen als mensen na 5 keer hebben... Ik heb het misschien gezien. Langs de andere kant zullen er ook mensen zijn die dit keer na keer zullen blijven spelen en nog nieuwe lagen ontdekken die ik misschien zelfs nog niet ontdekt heb. Want ja, ik moet snel vooruit gaan naar het volgende spelletje. Alles bij elkaar genomen vind ik Pachacuna een uitstekend spel, maar het is niet een spel waar dat ik persoonlijk wild van word, omdat het niet echt in het genre van het spel ligt dat ik vaak speel en graag speel. En als ik naar twee spelerspellen ga kijken, dan heb ik liever toch nog dat bluff-element erin, zoals bij een Hanami Koji. Dat gezegd zijn, ik bedenk me ineens dat het eigenlijk wel een spel is dat ik moeilijk kan vergelijken met eender welk ander spel. Dus het heeft wel een uniek karakter. Dat was het dan wat betreft deze video. Bedankt voor het kijken. Abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye.